Er zal niemand zo lekker de zomerstop van de Formule 1 ingaan als Max Verstappen. In eerste instantie omdat hij natuurlijk kan genieten van een paar weken welverdiende vakantie. En dat doet hij ook met een ruime voorsprong van 80 WK-punten op titelconcurrent zou je kunnen zeggen, Charles Leclerc. Want tijdens de spectaculaire Grand Prix van Hongarije wist Verstappen te winnen vanaf plek 10. En na wederom tactische en strategische flaters bij Ferrari kwam Leclerc niet verder dan P6. Het komt er eigenlijk op neer, Verstappen heeft 258 WK-punten en Leclerc 178. En de Italiaanse media die weten het zeker. Ferrari kan het Red Bull en Verstappen niet meer moeilijk maken. En de tweede wereldtitel van de Nederlander is zo goed als binnen. Maar hoe zit het nou precies? Nou ja, we weten dat Verstappen houdt van winnen. Maar dat is niet meer nodig als hij in Abu Dhabi voor de tweede keer wereldkampioen wil worden. En dit is hoe het zit. Eind augustus begint de tweede helft van het Formule 1 seizoen met nog 9 races te gaan. Stel Leclerc behaalt daar de maximale score. Dus hij wint alle races, pakt overal de snelste raceronde en wint ook nog de sprintrace in Brazilië, dan verdient de Ferrari-coureur nog 242 punten. Tel dat bij de 178 op die hij al heeft en je komt uit op 420 WK-punten voor Leclerc. Verstappen hoeft daarentegen niet meer te winnen om voor de tweede keer op rij wereldkampioen te worden. Stel hij wordt overal tweede achter Leclerc inclusief de sprintrace, dan heeft hij 169 punten bij elkaar gesprokkeld. Tel dat dan weer op bij die 258 van nu en dat zet zijn totaal op 427. Na de Grand Prix van Abu Dhabi zou Verstappen dan wereldkampioen zijn met 7 WK-punten verschil. En stel het komt zover, dan zijn de strategische flaters van Ferrari in bijvoorbeeld Hongarije en Groot-Brittannië erg zuur. Er zijn natuurlijk veel mogelijkheden of en waar Verstappen dan wereldkampioen wordt. En laten we ervan uitgaan dat Verstappen tot nu toe iedere race wint en Leclerc wordt continu tweede. Dan doen zich de eerste titelkansen voor Verstappen al voor tijdens de Grand Prix van Japan. Dat is de vijfde race na de zomerstop. Nou, stel Leclerc zou nu iedere race uitvallen of in ieder geval geen punten scoren, dus buiten de top 10 eindigen en Max Verstappen zou blijven winnen. Dan doen de eerste titelkansen zich al voor tijdens de Grand Prix van Singapore een race eerder. En in dit verhaal moeten we Sergio Perez, de teamgenoot van Max Verstappen, eigenlijk ook niet vergeten. Want theoretisch gezien op papier heeft hij nog steeds goede kansen om wereldkampioen te worden. Hij staat slechts 5 punten achter Leclerc. Maar ja, we moeten ook realistisch en eerlijk zijn. Als we gaan kijken naar de verhoudingen binnen het team, de ongekende snelheid van Max Verstappen, zijn de kansen voor de Mexicaan nihil. En wanneer denk jij dat Verstappen zich gaat kronen tot wereldkampioen Formule 1 van 2022? Is dat misschien al in Singapore of in Japan? Of moeten we toch nog even geduld hebben? Wordt het Brazilië, Mexico of misschien zelfs Abu Dhabi? Laat die beneden weten in de comments. Vergeet je ook niet te abonneren op dit kanaal. En ik hoop je snel weer te zien bij een nieuwe video.